En de start is gevallen, dames en heren. Het is de prijs Voeders Lano met 11 ponies verspreid over de hele piste. Want Esprit die moet een handicap van 450 meter goed maken. Die moet anders gezegd dubbel zo hard lopen dan Athena en Odilia van de Kuiperij. En Odilia van de Kuiperij die komt al vlammend de bloze bocht uit. Samen met Athena leiden ze met in de achtervolging Vita. Beauté des Sources is dan een nieuwkomer met Victor Celis Jacobs. Hebben we Liberty Jive in de buurt, Happy Harry. Pauline van Akspoelen met Edouard Daniels. Hebben we Mylagon Juniper. En zo gaan we doorheen de bloze bocht met Speedy Doetsel. Ruben de Kok van de kleuren van Gert-Jan de Kok. Hebben we Iliani Beters met Edouard. En Esprit zit momenteel al in de bloze bocht. Maar zoals gezegd, die moeten letterlijk dubbel zo hard lopen dan Athena en Odilia van de Kuiperij. En Athena met Julo de Bruyne. En Odilia van de Kuiperij met Fenna van Gelewe, die liggen momenteel nog steeds in de front rank met de prachtige, schattige Athena als koploper. In tweede stelling Odilia van de Kuiperij, maar Julo de Bruyne, die leidt momenteel met Athena. Twee galop, twee. En dan zien we heel ver van terugkeren Vita, maar Athena gaat deze koers winnen met Julo de Bruyne. Het is de kleinste die het wint, Athena. De handicap was deze keer in haar voordeel. En als tweede zien we nog Vita, dan hebben we als derde over de finish van heel ver teruggekeerd Paulien van Askspoelen en Edouard Daniels. En die werd dan gevolgd door de nummer 5 van Beauté des Sources en Victor Jacobs. En aan de binnenzijde zagen we dan nog Liberty Jive met Nana de Bruyne. Gevolgd door een nummer 8 van Mylagon Juniper en Elie. 10 galop, 10. En de handicap voor Esprit en Edouard was deze keer te hoog gegrepen. Maar dat maakt de overwinning voor Athena en Julo de Bruyne, voor Geert de Bruyne, er alleen maar sympathieker op. Ze is schattig, de